Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de Glitter en Pearl 3D Drops uitproberen van DecoTime. Dat zijn deze setjes. En deze zijn te koop bij de Action. En hiermee kun je dus creatief doen. Het zijn dus, je kunt hiermee met druppeltjes gaan werken. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Dus mocht je benieuwd zijn wat je hiermee kunt doen en of het een aanrader is, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb de setjes hier liggen. Dit setje kost 99 cent per stuk. Je krijgt dus twee flesjes met drops erin. Ik heb hier de kleur 800 Disco Pink en 507 Rose Pearl. Dan heb ik deze. Dit is de 217 Goldfinger en 7404 Yellow Pearl. Dan hebben we deze. Dit is de 017 Ballet Princess en 05 White Pearl. Dan deze kleur. Dit is de 1000 White en 421 Silver Pearl. De blauwe variant in 710 It's a Boy en 630 Blue Pearl. En de laatste, dat is deze. Dit is de 701 Mystic Forest en 921 Mint Pearl. Deze setjes kun je dus gebruiken op karton en papier. Ik denk dat dat ook het enige is. Er staat niet bij dat je het nog voor andere materialen kunt gebruiken. Dus het leek me wel leuk om gewoon eens eventjes te gaan kijken wat we hiermee kunnen en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dus laten we het gewoon eens eventjes gaan uittesten. Nou, ik heb er even een krantje neergelegd en ook een los blaadje, zodat we zeker weten dat het niet gaat doordrukken op de tafel. Dat zal altijd jammer zijn. In één flesje zit 40 milliliter. Dus dat zit er dus in. En het leek me leuk om dus te gaan kijken of ik hier misschien eventueel bloemetjes mee kan maken. Nou leek het me leuk om bijvoorbeeld een... gouden bolletje te maken en daar dan een bloemetje van te maken. Ik denk dat je hem eventjes nog moet activeren. Want er zit dus een laagje op. Zoals je kan zien, die moet je er eventjes afhalen. Een seal en dan kun je het gaan gebruiken. Dus die halen we er eventjes af. En dan draaien we hem erop. En dan kunnen we er een druppeltje mee gaan zetten. Kijk, dan heb je gewoon een druppeltje. En nou kun je hem een beetje tikken, zodat hij wat egaler wordt. Dan heb je dus een druppeltje. Nou lijkt het me dus leuk om hier omheen een soort bloemetje te gaan creëren. En ik dacht om dat dit te doen met roze. Met deze glitterkleur. Vind ik wel heel leuk. Het ruikt wel een beetje chemisch, jongens. Ik vind het een beetje een chemisch geurtje. Kijken of ik hier omheen een bloemetje kan creëren. Zo. Ziet er op zich best wel grappig uit. Nou, moeten we natuurlijk met groen, want we moeten ook een steeltje aan zitten. Kijken of ik deze ook nog iets op kan tikken. Ja, het ruikt wel echt heel chemisch. Dat moet ik... Zo, of je dopje vliegt eraf. Dat moet ik wel nageven. Ja joh, blijf lekker plakken.
Even mijn dopje hebben. Voor het schudden. Zo. Kijken of ik ook... Ik denk niet dat ik een recht dingetje kan doen. En dan heb je een bloemetje. Ik denk zelfs dat je hem ook in zou kunnen kleuren als je een patroontje tekent. Dat kunnen we ook wel eventjes proberen. Dat ik gewoon eventjes een vlindertje probeer te tekenen en die probeer in te kleuren. Want een vlindertje uit mijn hoofd, dat gaat me niet lukken. Oké, ik heb even een vlindertje getekend. Het is heel simpel, het is niet al te best. Maar gewoon eens even om te kijken of dat ook lukt. Nou, dan gaan we met grijs, want dan gaan we de oogjes en de voelsprietjes doen. Lijkt me wel grappig. Zo. Gaan we ook iets met blauw doen. Zo. Dan lijkt het me leuk om ook met dit kleurtje wat te doen. We gaan zo ook eventjes kijken of dat het goed kan drogen. Want ik heb even de hittetool erbij gepakt. Maar dat gaan we dus zometeen doen als alles klaar is. Het lijfje gaan we wit maken. Nou, ook het hoofdje. En dan nog de twee rondjes. En dat lijkt me wel leuk met zilver. Dan hebben we hier inderdaad heel veel kleurtjes gebruikt. Zo, dan ga ik dit allemaal eventjes opruimen. Dan gaan we zo even kijken met de hittetool wat hij doet, of het beter opdroogt, ja of nee. Ik heb even mijn hittetool erbij gepakt. Deze is van Crafts & Co. En hiermee ga ik proberen of ik het droog kan blazen en of het dan mooi blijft.
Ik zal, als ik dit doe, eventjes een muziekje eronder aanzetten. Want dit maakt echt heel veel geluid. Dus dat is voor niemand heel fijn om naar te luisteren. Maar dan gaan we in ieder geval kijken of we het droog kunnen krijgen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben er eventjes overheen gegaan met de hitte tool en je ziet wel dat de het product loopt een beetje uit als je er overheen gaat, maar het wordt wel droog, maar je blijft wel het leuke effect zien van het bolletje. Ik vind het bloemetje zelf het leukste. De vlinder vind ik een beetje mislukt. Dat vind ik niet heel goed gedaan. Ik had daar misschien meer met de bolletjes moeten werken, maar dat viel niet helemaal mee. Maar dan hebben we ook geprobeerd hoe dat gaat. Maar je blijft dus wel de glittertjes mooi zien. Dat zie je bij deze heel mooi. En ja, wat ik zelf heel mooi vind is dat hij dus bol blijft. Ik kan er nu gewoon overheen. En het is nu gewoon bol en het geeft dus niet af. Dus met de hittetool eroverheen werkt wel. Maar hij loopt dus hier en daar soms een klein beetje uit. Maar het valt me op zich nog wel mee. Oké, de eindconclusie van de Glitter en Pearl 3D Drops. Ik vind het heel leuk om ermee aan de gang te gaan. Wat ik zeg, ik vind het bloemetje heel leuk gelukt. De vlinder vind ik echt een beetje misvormd. Die heb ik meer geprobeerd in te kleuren. Ik vind wel dat je heel erg verschil ziet. Als je een glitterkleurtje neemt, vind ik dat je niet zo makkelijk bolletjes kunt maken als met een niet glitterkleurtje. Dus vind ik dat je dat heel goed ziet hier. Deze is bijvoorbeeld niet van glitter, dat gouden. Die heeft een heel mooi bolletje. Maar de blaadjes die zijn dan iets minder bol. Maar ik vind het op zich wel leuk. Ik vind wel echt dat je er leuke dingen mee kan doen. Nou, nogmaals die vlinder. Maar dit vind ik echt helemaal niks. Dat heb ik niet echt goed aangepakt. Maar oké, ook bij mij gaat niet alles in één keer goed. Ik vind het wat dat betreft echt wel hele leuke producten. Je kunt er leuke dingen mee doen. Ik denk ook dat het zeker heel erg leuk is om je kaartje bijvoorbeeld mee te maken. Maar je moet er wel nauwkeurig mee werken. Want het heeft wel snel de neiging om uit te lopen. Maar als je gewoon echt creatief bent, kun je er echt wel leuke dingen mee doen. Ze hebben ze dus in verschillende kleuren. 99 cent voor een setje. Ja, ik vind het op zich wel, wel heel erg leuk. Het is weer net een leuke extra toevoeging die je kunt geven aan
ja, je creativiteit. Ik vind dat wat dat betreft wel heel leuk. Ik denk ook dat je het heel leuk in je bullet journal kunt gebruiken. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat het droog is als je bijvoorbeeld niet een hittetool zal gebruiken. Zoals ik al zei, met de hittetool loopt het hier en daar een beetje uit. Maar aan de lucht drogen is natuurlijk ook prima. Maar ik weet dan niet precies hoe lang dit duurt. Maar met de hittetool ging het eigenlijk vrij snel. Als je nou niet zo'n apparaat hebt, kun je het misschien ook wel met een föhn proberen. Misschien dat dat ook wel werkt hoor. Maar ik ben er op zich wel enthousiast over. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik hoop in ieder geval dat het voor jullie wat duidelijker is geworden wat je hiermee kunt doen. Mocht je nog vragen hebben, laat ze dan gewoon achter bij de comments en dan probeer ik ze te beantwoorden. Ik ben benieuwd of jij alles, een van deze setjes hebt gekocht. Of dat je het juist hebt laten liggen. Of dat je misschien naar aanleiding denkt van deze video, ik wil toch eens gaan kijken of ze de setjes nog hebben in de kleurencombinaties. En dan ben ik ook wel benieuwd wat jij hiermee zou willen maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!